Lekker Koen! Heb je het naar je zin? Zeker hè. Oké, even naar die auto kijken achter je en dan mag je weer wegrijden. Katrina, even blijven staan. Even blijven staan, twee autootjes. Dan mag je nog heel even wachten en dan mag je zo komen. Ja joh, het was vanmorgen gewoon glad joh. Echt. Ik denk, ik ga naar dat terreintje daar. Oh, daar is een of ander parkeerplaatsje. Maar daar was het echt gewoon een ijsbaan. Dus ik heb even een paar rondjes gereden met Katarina en Koen over de ijsbaan. Nee hoor, één rondje was dat. Even gelijk uitleg gegeven wat je niet moet doen bij gladheid. En nu had ik de les kunnen afbreken. Voor gladheid? Maar ik ben van mening, kijk wat je wel kan doen in een les. Kijk niet wat je niet kan en wat gevaarlijk is en wat niet kan. Maar kijk wat wel kan. Ja, dat betekent dat je mag komen, hè? Nou, dan sta ik hier een beetje voor Jan met de korte achternaam, hè? Ja, ik sta hier niet voor niks. We zijn toch begonnen met de remming, hè? Katarina komt aanrijden voor de precisiestop. Kijk eens even. Bediening, balans. Nog een keer. Goed zo, Katarina. En dan ben ik maar hierheen gegaan. Kijk, dat zonnetje daar. Dat ding. Daar ben ik fan van. En die warmt het zaakje een beetje op. Ja, niet mijn zaakje. Het wegdek wordt opgewarmd. Ja, dat je het even weet. Goed zo. Lekker Koen, als je hem nog twee keer goed doet, dan vind ik het niet leuk meer. Dan gaan we de stoproep doen. We doen nog twee keer de precisiestop. Ja? Ja hoor. Zo, dan ben ik weer lekker begonnen met Katarina en met Koen. De Kawasaki heb ik lekker gestald. Die staat hier ook helemaal warm te worden. En ik ben al op zoek naar gruttootjes, naar tuurluusjes, naar scholexjes, naar kievieten. Het is nog een beetje te vroeg, maar dit is mijn vogelterreintje. Ik ben ook vogelaar, hè? In plaats van alleen maar motorrijder. Ja, ik moet hem goedkeuren namens de feestcommissie. Nog een keer. Ik ga afsluiten. Ik ga weer lekker hobbyen. Lekker, hè?